Geruchten over een verhoging van de exportbelasting op Russische tarwe heeft eind vorige week een bom onder de granenmarkt gelegd, waardoor dat de koersen opnieuw een stap omhoog konden zetten. Het maartcontract op de Matif die eindigde op 2,3150 en op de CBOT ging tarwe bijna de $250 toe, zitten nog net $2 onder. Ja, zoals gezegd kan de exportheffing vanuit Rusland van 25 naar €50 stijgen. Ook voor mais en korrelmais, of voor mais en gerst moet ik zeggen, wordt er gesproken over een kleine exportheffing. En zelfs wordt er al gekeken naar een mogelijke heffing voor het nieuwe seizoen. Het zijn nu nog geruchten, wel hardnekkig. En het zorgt er in ieder geval voor dat beursanalisten en handelaren toch aan het kijken zijn naar hun posities en wat ze moeten gaan doen. Dat geldt ook voor kopers in Afrika, in Azië, die nu de granen afnemen. Blijven die aan de markt is de vraag bij deze prijzen en hoe komen ze aan hun grondstof? Ook in Rusland is het winter en dat kan ook nog wel eens gevolgen hebben voor de fysieke stand van de gewassen.